Terug in de schoolbanken. Maar maar voor heel eventjes. Want we zijn op uh, basisschool Panterij, opleidingsschool Eymond. dat is waar het allemaal om draait vandaag. Leerkrachten van basisscholen, leerlingen van de Pedagogische Academie, dat heet Pabo tegenwoordig. Uh, de directie, de kinderen zelf, iedereen leert van en aan elkaar. En hoe dat in elkaar steekt, we gaan het kijken. Nou, komt je, achteraf... je stapels. En dan mag je oh, ja. een kaartje je bovenste kaartje omdraaien. Ja, ben je al geweest? Ja, ook nu. nog heel snel. Uh, van waar dit project? We zijn met uh, twee schoolbesturen zijn al eigenlijk een aantal jaren heel uh, 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 intensief aan het samenwerken. Uh, dat project dat heet Opleiden in de school. En eigenlijk hadden de bestuurders en ik hadden de behoefte om die samenwerking te intensiveren. Omdat we het belang van het, uh, uh, van het leren op de werkplek uh, 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 nog eigenlijk belangrijker willen maken. Er komt een docent van de Paanbouw die komt. Uh, uh, hun les verzorgen. Studenten zitten achter in de klas. Uh, leerlingen leren, maar ondertussen leert de leerkracht, die voor de klas normaal staat, die leert ook. Ik kan me voorstellen dat je ook dingen tegenkomt wat je van tevoren niet had verwacht. Uh, ga je die straks meenemen in de evaluatie? Ja, uiteraard. Er is een soort kloof tussen de opleiding en het werkveld. Die is er al jaren. En wij proberen eigenlijk die kloof te slechten. Uh, nou je zit aan de ene kant de kloof uh, vanuit de praktijk omdat ze uh, zoiets hebben van ja, maar dat zijn uh, allemaal theoretici op de Pabo. En uh, bij de Pabo hebben we eigenlijk juist weer van ja, maar dat zijn mensen die werken alleen maar vanuit de praktijk. En ja, uh, de waarheid ligt in het midden. Er zijn nog wat stappen te maken, maar in principe is nu, uh, zijn de eerste stappen gezet naar een, uh, een vruchtbare samenwerking in de lange termijn toekomst. Ja, absoluut. Niet alleen de leraren en juffen en meesters en allemaal vreemde mensen... maar ook gewoon de kinderen die elke dag naar school gaan, die zitten hier vandaag ook. Hoe heet jij? Sven. Jij bent Sven. Hoe oud ben je, Sven? Zes. Zes al? Goh, en jij, ben, jij heet? Guusje. Guusje. Zo, en Guusje, hoe oud ben jij? Zes. En samen zijn jullie dan, als je dat bij elkaar optelt? Twaalf. Twaalf. Nou kijk, er is niks mis met het rekenonderwijs. Vertel eens, hoe is het vandaag? Is het heel anders? Een beetje. Is het niet raar dat er nou allemaal andere mensen voor jullie klas staan? Ja, een beetje raar. Doen ze het wel goed? Ja. Vertel eens iets, wat vond je het leukste van morgen? Puur bingo. Puur bingo? Wat, hoe gaat dat, Sven? Nou, dan heb je een kaartje, moet je zelf nummertjes opschrijven. Wie het eerst dan alle, alle kaartjes vol heeft, die wint. Wat krijg je dan als je wint? En wij krijgen doen een, st een stickervel. Het is wel een heel gedoe vandaag. He? Nou zeker, het is inderdaad een heel gedoe. Allemaal andere leerkrachten, studenten in de school, maar wel heel gezellig en leerzaam. Ja, de opleidingsschool, leren aan elkaar, maar ook leren van elkaar. Hoe belangrijk denk je dat dit is? Nou, ik denk dat dit heel belangrijk is, want wij als leerkrachten, uh, wij hebben een hulpvraag neergelegd en daar hebben we zeker antwoord op gekregen. En ik denk ook dat het voor de studenten heel belangrijk is dat ze de theorie meteen in de praktijk zien. Hoe is het voor de kinderen? Want ze zijn ongeveer een jaar of acht? Rondom zes. Ja, voor hun heel spannend, maar ze hebben het supergoed gedaan. En zeker omdat het uh, in spelvorm uh, neergezet is, is er gewoon een hele hoge betrokkenheid te zien bij de kinderen. En hoe staat het met het rekenonderwijs in Nederland? Er is de laatste tijd heel veel over te doen geweest. Hè? Ja, klopt. En uh, de rekentoets is afgeschaft. Dus wij zullen weer flink aan de bak moeten. Omdat we studenten natuurlijk binnenkrijgen die. Uh, uh, wel uh, affiniteit willen hebben met rekenen, maar het een tijdje niet hebben onderhouden zoals we het op de basisschool aanbieden. Jullie zijn nu bezig met een project hier op de Panterij, uh, opleidingsschool Eimond. Wat zijn je eerste indrukken? Uh, hele prettige samenwerking moet ik zeggen. Ik ben van tevoren even hier naartoe geweest. Ik ken de leerkrachten al vanuit de eerdere werksituaties. En daarbij merk je dat zij het heel fijn vinden dat ik uh, uh, kom en, en, en met enthousiasme ideeën aanlever. En dat zij dus ook heel erg bereid zijn om samen te werken met mij. En dat is heel fijn. Wij zijn de schoolopleiders van Stichting Vedera. En dat houdt in dat wij de studenten in de stage bezoeken en ze beoordelen. en samen met hen de lijnen uitzetten voor, uh, voor uh, het onderwijs. Dus jullie onderzoeken eigenlijk een klein beetje hoe het uh, gesteld is. met de kwaliteit van de mensen die in de toekomst voor de klas gaan staan. Ja, dat klopt. Uh, jullie hebben dit uh, min of meer georganiseerd. Uh, hoeveel werk gaat daarin zitten? Uh, meer dan we dachten eigenlijk. Je moet uh, uh, mensen bij elkaar brengen. Uh, de kinderen moeten op de hoogte worden gebracht. De ouders moeten op de hoogte worden gebracht. En daarnaast uh, moet het hele draaiboek kloppen. Uh, wat zijn de eerste indrukken? Ja, de eerste indrukken zijn goed. Je merkt echt dat, uh, dat mensen op de werkplek aan het leren zijn, dat ze van elkaar aan het leren zijn. En het mooie is dat de studenten ook meteen feedback kunnen vragen aan de, aan de leerkracht in actie. Stel nou dat deze pilot, want dat is het, succesvol is. En dat je in de afloop zegt van hé, hey, dit was fantastisch. Gaan jullie dan verder of ga je het stokje overgeven aan iemand anders? Nee, we gaan zeker verder en we zijn al aan het nadenken hoe we dit kunnen uitbouwen. Dus als het aan jullie ligt, gaat het nog lang door? Absoluut. Mag het wel eens vaker gebeuren dit? Vinden jullie dat wel leuk? Ja. Okay, en gaan jullie nog verder goed je best doen vandaag? Ja. Okay, zeg maar even dag tegen alle mensen die kijken. Ciao.